Dames en heren kijkers, goedenavond en welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Plinchong. Het is aflevering nummer 42 en hedenavond hebben wij als gast in de studio een Djadja-vrouw uit het district Nikeri, het reisdistrict Nikeri, met name mevrouw Sudiana Kasban Karto Santiko, ja, meer bekend als Diana. En met haar gaan wij dan straks luchtig babbelen. Natuurlijk ik keslametan in waktu iki marang poro komerso sing tansa tak formati. Iki siaran Plinchong sambungan nomor 42 lan ing waktu iki. Aku kedayoan salah sijine wanito, nak wong Jawa ngomongake wanito sing utomo, yaitu asal-usul songko pandisikan Nikeri, kang asmo Mbak Sudiana Kasban Karto Santiko, sambeninane ikmo wong Nikeri lan lio-lio panggonan konco kenalan yo kenale karo jeneng Mbak Diana. Lan ing wektu iki aku mengkonyugo ke pitakonan uga dewene ya cerita dewe sopo Mbak Sudiana lan ngasto opo dosa famberup opo lan sak piturute, ayo dirungokke sing prasojo supayane bisa ketambahan informasi bab kedadean sing dilakoni dening Mbak Sudiana. Uga kena tak aturake yen pandisikan Nikeri iku ya bisa ndelok siaran iki, jalaran aku sering nompo komentar lan reaksi, nak komentar iku bab barang sing ora migunani banjur ya diowahi, yen ono lindungan utawa advis uga ya tak tutke, barang sing apik tak butuhke, barang sing ala diguwak iku ya ora kemerosok tegese opo wae yo tak tompo, gare tak timbang, tak pilih ndi sing apik, ndi sing ora apik, tegese bisa nggawenehi reaksi yo songko macam-macam pandisikan, songko wanika, paramaribo, koroni, sarambaka, uko Nikeri, berkupondo lan lialiane. Ayo dimirengake lan didelok sopo iku sing jenenge Mbak Sudiana Kasban Karto Santiko, asal usul songko pandisikan Nikeri. Mbak Diana, goedenavond en welkom. Goedenavond. Ja, kabar is? Het gaat goed, gaat heel goed. Oké. Ik ben blij om hier in de studio te zijn. Kazoon, mag ik alvast bedanken of jou dankzeggen dat je tijd en moeite gemaakt hebt om de studio te kunnen bereiken. Ja, alsjeblieft. Oké. Vertel aan de kijkers wie Diana is en wat voor activiteiten zij ontplooit, wat zij voor de kost doet, et cetera. Alsjeblieft. Ja, kijkers, ik ben Sudiana Karto Santiko, gehuwd Kasban. Ik ben geboren en getogen in Nikeri. Ik zit al 22 jaar in de ambtenarij, waarvan 20 jaar in het onderwijs en de laatste 2 jaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast ben ik ook part-time docent en ik ben ook onderneemster. En ik ben een bezige bij, dus ik vind het ook fijn om te bemoeien met politiek. Oké, je zei zo net dat je dus switch van het onderwijs naar een andere ministerie. Hoe ervaar je dat? Laat me vanaf het begin beginnen, laat me het zo zeggen. Ik was begonnen als leerkracht op de basisschool. Ik heb 6 jaar les gegeven. Daarna heb ik mijn mijn hoofdakte behaald. Toen werd ik benoemd tot onderhoofd. Ik heb gefungeerd als onderhoofd 4 jaar lang. Daarna wilde ik een nieuwe uitdaging, ik wilde een eigen school hebben. Ik heb dus gesolliciteerd als schoolhoofd. En
10 leuke jaren, leerrijke jaren met heel veel ervaring. Dus heb ik gefungeerd als schoolleider. En het was leuk, maar ik ben iemand die van uitdaging houdt. Dus voordat de sleur kwam, heb ik dan mutatie aangevraagd. Want ik wil mijn krachten gaan inzetten op een andere manier. En ik heb mutatie gevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En nu zit ik al 2 jaren bij dat ministerie. En als coördinator van vorming en opleiding, Nikeri. Oké. Ik ben zo nieuwsgierig. Volledigheidshalve wil ik toch je cv willen horen. En vertel ook aan de kijkers hoe je cv eruit ziet. Ja, mijn cv. Laat me dit zeggen, ik ben heel jong getrouwd. 17 jaar. Ik zat op de middelbare school. En de voorwaarde van mijn ouders was dat mijn man me door moet laten studeren. En hij heeft zijn woord gehouden. Hij heeft altijd achter me gestaan. Ik heb met succes mijn kweekschool afgerond. Daarna toen kreeg ik een kindje. Niet eens 1, 2 nog erbij. Yeah. En met 2 kinderen en mijn man die altijd achter me staat, heb ik mijn hoofdakte met succes afgerond. Okay. Toen was ik nog niet tevreden. Ik heb altijd geleerd als mens, moet je nooit tevreden zijn, want anders blijft hij op 1 niveau. Ik wil mezelf verder scholen. Ik heb me dan toen ingeschreven bij een Nederlandse instituut, NBA, Netherlands Business Academy. Ik heb bewust voor dat instituut gekozen, omdat het een geaccrediteerd instituut is. Yeah. En ik heb met succes mijn titel behaald. Ik mag dan de titel gebruiken, Bachelor Business Administration. Dus BBA. BBA, achter mijn naam staan. Goed zo. En wanneer ik zo hoor, toch, ben ik ook zo trots. Omdat het verhaal van onze voorouders in 1890, toen ze voet aan wal zetten op Surinaamse bodem, hadden ze wel een semboyan, een slogan. Hier is niet ons land. We moeten toch opbouwen, opdat wij ook een gezin kunnen stichten. En als wij een gezin hebben, moeten wij die laten scholen. Mijn persoon doe ik op interaan. Mijn persoon, Junjung Asmani Wongtuo en Mba Sudiana is een voorbeeld hiervan. Echt. Aku bunga en trots. Nah, in het Javaanse segment, bonbon. Bonbon is trots. Oké, Mbak Sudiana, je hebt een titel BBA en heb je nog toekomstplannen? Eigenlijk ja. Ik zou graag voor mijn master willen gaan. Okay. Maar studeren in Suriname is heel duur geworden. Ik zou graag verder willen gaan als MBA, maar ik moet daarvoor duizenden euro's neertellen. En toen dacht ik, nee, laat me liever investeren in mijn kinderen. Want yeah, ik heb 2 kinderen die nog een heel toekomst voor zich hebben. Dus ik heb geofferd en ik ben maar gebleven op dit niveau, omdat ik mijn kinderen de verder stimulans wil geven om meer te worden dan ik nu eigenlijk heb bereikt. En wat doet je man? Hij is ook ondernemer toevallig. Oké. Dus je zei zo net, behalve in de ambtenarij ben je ook bezig met je ondernemingsactiviteiten. Wat voor activiteiten dan? Kan je onze kijkers vertellen? Ik bied slaapaccommodaties aan in Nikeri en in het district Wanica. Ik heb mijn eigen onderneming in Nikeri. Dat is Distraction Home. Ik heb daar op het terrein 5 woningen staan. En ik bied slaapaccommodatie aan toeristen, maar ook aan mensen. Lokale, laten we zeggen, yeah, lokale bewoners. Vooral zelf Nikerianen. Vanuit Paramaribo. Vanuit Paramaribo, maar ook Nikerianen. Oké. En in het district Wanica heb ik een studentenappartement. Oké.
Mbak Diana, nogmaals, ik ben trots op je en jouw man dat jullie dus zulke activiteiten ontplooit, dus zowel in Wanica als in Nikeri. En als ik me niet vergis, heb ik een keertje ook gebruik gemaakt van een slaapgelegenheid daar op Zeedijk. Ja. Ja toch? Klopt. Diana appartement. Distraction home. Oke, para pemirsa sing tansah tak hormati, nek ngrungokake cerita sing kaya mengkono ya, kita sebagai turunan Jawa tentu melu bunga. Turunan Jawa ono kemajuane ning babakan apa wae kaya apa sing ditindakne dening Mbak Sudiana ya kasingkat Diana iku apik banget. Ning babakan pendidikan wis krungu dhewe iku duweni titel jalaran senajan wis duweni kerjaan apik ya isik golek kaweruh golek kepinteran lan bisa duweni titel yaiku BBA utawa Bachelor in Business Administration. Nanging durung rampung iku mau matur kepingin tambah kadunungan tambah kaweruh na iso ngeranggeh Master in Business Administration ananging ning negara Suriname ragate iku luwe ora murah, luwe akeh lan luwe larang mulane ya isik mandek sauntara gedorong dening Roko Katrisnan sing uga ning babakan pengusaha utawa owner naming iku ya bisa maju lan bisa mlaku ing wektune dina saiki duweni keluarga ya anak loro iku ya bakal dirakati dening wong loro iku supaya nek mo bisa duweni kaweruh kaya apa sing di aturake nenek moyang kita rikelane ngancik ning bumi Suriname, bumi tanah sabrang kanggo dadi apa iku jenenge pegawe sangka para pernangsi ning negara Suriname. Lan ing wektu iki Mbak Sudiana iku asal usul sangka pendidikan lan ning Kementerian Dalam Negara utawa Binelangsa Sake yo isih duweni krenjet lan duweni kekarepan kanggo didik para pegawe sangka Binelangsa Sake. Jalaran nengkunikmu diwenehi pelonggaran kanggo nuntun utawa mimpin dinas utawa bagian sangka Binelangsa Sake supaya nih sing dadi pegawai negeri utawa lans dinare sing nyambut gawe nang kono bisa dididik lan bisa iku nambahi kaweruh kanggone pandhisikan Nikeri kena diaturake iku ya subur lan makmur ing jaman biyen ananging ing wektu iki ya ana bedane ora kaya mau-maune senajan ora kaya mau-maune bapak metu uga kena dianggep kaya dene pandhisikan sing subur lan makmur ning babakan pendidikan ya apa wae iku pasinaon ana arep munggah sangka SMP, SMA iku middle bar yo ono iku hoger beroepsopleiding ning pandhisikan Nikeri yo ono mulane kita sebagai turunan Jawa ning negara Suriname yen ono kemajuan kagem turunan Jawa perlu bunga, perlu bombong. Jalaran ojo sampai dilirwake dening bangsa liya. Senajan kita iku keanggap kaya warga Suriname ananging kulit dagingnya iku ya Jawa diwolak wale ya ketok Jawane mulane ya perlu bisa bombong, perlu bisa bunga. Ayo ngurungake ning babakan liyan iku wis kanggo sak pondo apa sing ditindakne dening Mbak Sudiana Kasban asline ya Kartosentiko lan ing wektu iki arep tak suguhi pitakonan what betref Nikeri tundertijd toen je nog jong was en als je vergelijkt met
de gebeurtenissen van heden den dagen qua ontwikkeling? Wat kan je ervan zeggen? Als ik moet gaan vergelijken van toen ik nog een kind was en nu, moet ik wel zeggen dat Nikiri heel veel vooruit is gegaan. In mijn kinderjaren hadden we niet eens alle middelbare scholen in Nikiri, nu hebben we dat wel. We hebben zelf nu HBO-opleidingen in Nikiri. We hebben alle overheidskantoren in Nikiri. We hebben het ziekenhuis in Nikiri. Verder ook is er sprake van decentralisatie, dus dat is ook een heel goed punt. Dus kortom, ons reisdistrict is veel en veel beter geworden dan jaren toen. Oké. Je hebt zo net het woord bezig bij gebruikt. En behalve dat je iets onderneemt en dat je ambtenaar van beroep bent, heb ik begrepen dat je ook actief in de politiek bent. Ja, klopt. Behalve ambtenaar en ondernemer ben ik ook part-time docent, maar ook heel actief in de politiek. Ik heb toen, laat me dit zeggen, jaren terug had ik altijd gezegd, ik wil me niet bemoeien met politiek. Maar politiek bemoeit met mij. Ja, dus wat heb ik dan besloten? Juist, om toch maar te bemoeien met politiek. Ja. Als ik verandering wil zien in het land en ik niet kan stilzitten, ik wil verandering zien, dan moet ik zeker als een individu alvast een bijdrage leveren in de politiek. Als de informaties kloppen, heb je dan in 2020 deelgenomen als kandidaat van een politieke partij, dus in de verkiezingen van 25 mei 2020 als lijsttrekker van Nikiri? Ja, inderdaad. Ik was als lijsttrekker van een organisatie in Nikiri, maar omwille van algemeen belang zit ik nu bij PL. PL? Ja. Oké. Wat is het drijfveer geweest dat je je aanmeldt bij PL en dat je het eenheidsproces binnen deze organisatie ondersteunt? Ja, laat me eerlijk zijn, ik was van een andere politieke partij. Ik zal niet zeggen dat die politieke partij niet goed is. Integendeel, ik heb daar heel veel ervaring op gelopen. Maar mijn ding kwam niet echt tot uiting daar. Ik wil eigenlijk de Javaanse broeders en zusters bij elkaar brengen. Er is te veel versplintering binnen de Javaanse gemeenschap. En dat wil ik weer herenigen. En als ik daaraan wil werken, dan moet ik bij de PL zijn, want de PL heeft de Wongjowa als basis. Heb je belief dat het gaat slagen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ik moet altijd geloof hebben in mezelf om zaken te kunnen realiseren. Ga je dan in 2025 jezelf opgeven om in de voorste linie te staan? Nu ben ik lid van het districtsbestuur PL Nikiri, dus okay. Eigenlijk zit ik al in de frontrij. Ik bedoel dat je opgeeft als kandidaat voor Nikiri? Ik zou wel willen opgeven, maar ik vind dat iets is dat de partij moet voortdragen. Oké, de organisaties moeten beslissen, ja, vooral van Nikiri, moet je voortdragen. Yes. Oké. Okay. Ik zal geen plek opeisen. Ik ben niet zo'n type. Oké, nog iets anders. Op dit moment is het zo dat wij Surinamers nog te kampen hebben met de coronapandemie. En het normaal leven gaat niet als toen, dus gaat niet kunnen. Te meer omdat het grootste deel van onze bevolking nog niet gevaccineerd zijn of gevaccineerd is.
Ben je al gevaccineerd? Ja, ik ben volledig gevaccineerd. Oké. Okay. Kan je tot onze kijkers praten? Vooral degene die nog niet hun spuitje hebben gehaald. Nogmaals, is geen dwang op dat wij een nieuw normaal kunnen beginnen. Want nu is het alles stilgelegd of het leven is als het ware stil. Al is het zo dat er een versoepeling is getreden, maar het normaal leven is niet op gang gekomen in Suriname. Kan je de mensen wel triggeren om dat te doen? Lieve kijkers, als u nog niet bent gevaccineerd, doet u dat alsnog. Het is geen dwang, maar het is om uzelf en uw geliefde, uw naaste mens te beschermen. Het is niet zo dat u bent gevaccineerd en u niet besmet kan worden. U kan wel besmet worden, maar u zal meerdere klachten krijgen. En maar niet zo erg. Juist, meerdere klachten, dus geen erge klachten. En je gaat niet in het ziekenhuis belanden. Precies. Dus het is, het is toch fijn en omwille van uw belang van uw medemens, is het aangeraden om toch de prik te gaan halen. Ik discrimineer niemand, gevaccineerd of niet gevaccineerd. We hebben respect, of ik heb althans respect voor ieder, gevaccineerd of niet gevaccineerd. Het is geen dwang, maar ik herinner u dat u alsnog uw prik kan halen. Voor de veiligheid. Voor je veiligheid. Eigen bescherming en voor anderen. Oké, en tot slot, om dit programma af te sluiten, misschien heb je nog een boodschap of iets toe te voegen. Ga je gang. Ik zit hier in de hoedanigheid als de Wong Jawa. Ik zit in de hoedanigheid als Ibu. En zoals aan het begin van dit programma is aangegeven, dat de Wong Jawa vooruit moet gaan, Pelu Maju. Laten wij als Wong Jawa niet op de achtergrond blijven. Ocho Kampi Wong Jawa oleh Koretan. Laten wij naar voren schuiven. We moeten niet een iso ketok naar gemeenschap. Is dat alles? Ja. Oké, matur kesun, Mbak Sudiana. Piso senajan mung sak selereting oboik mung sak seleretan utawa sak tetes singkum. Een druppeltje op een hete plaat, maar toch heb je de taal dus kunnen spreken. Tunung nak aku ngomong Jawa. Ya, tunung ngomong Jawa, maar nak is kok. Are ngetok ne angel. Are ngetok ke angel. Ndak aku ngomongi Jawa ngoko. Ngoko. Ngoko, Jawa ngoko. Ya, want your elders wat ik vernomen heb. Your elders hebben of hadden jou gestimuleerd. Nederlands is de taal om de schooltaal. Ja, is schooltaal ook voor je beroep. Ja. Golek penguripan. Oh, matur kesuwun nogmaals. Mag ik jou bedanken voor het feit dat je tijd en moeite gemaakt hebt vanuit Nikeri naar Paramaribo te komen om in dit programma onze kijkers voor te lichten, in te lichten, etc. Nogmaals, kesuwun. En succes in je verdere carrière. Ja, aku yo kesuwun oleh penggaran iki. Oke, kijkers, ik mau yo para penonton, opo sing diaturake dening Mbak Sudiana wis terang lan gamblang. Asal usul saka pandisikan Nikeri teko Paramaribo yo karo Roko Katresnan sing bebarengan nyambut gawe duweni pengusaha. Lan uga Mbak Sudiana ikmu matur dan ikmu kerja tadi pegawai negeri utawa lastinar nanggung ikmu yo bagian benelan sesage wis luwe akeh pirang-pirang tahun. Bunga banget yang pandisikan dikiri maju uga bangsa Jawa duweni kemajuan. Nah ora kleru sok tahun 2020 yo neng pemilu utawa pemilihan umum dheweke yang disuguhke dadi calon kagem pandisikan Nikeri yo di apa iku tampa tanggal 2
Ing wektu ne taun 2020 wis dadi calon ya sangka kelompok liyane ananging ing wektu iki ndorong partai percaya luhur amarga apa sing diwujudake dening PL iku luwe ape kaya apa sing tak suguhke mau kene ngopo kok ndorong kanggo gawe menunggali rakyat iku wis diaturake. Tak kira wis cukup anggonku duweni siaran iki menawa ana klera-klerune lan ana lelelae utawa ana kepleseting tembung aku nyuwun maaf donga tinunggu aku lan sampeyan bisa kepedho meneh ing liya wektu yaiku sambungan nomor 43 sanggo kene aku nyuwun pamit matur kesuwun tot zover deze editie van Plencong nogmaals Plencong is niets anders dan de spotlight of de schijnwerper. Bedankt voor het willen kijken en graag tot een andere keer, aflevering nummer 43. In het programma had u Captain Does gezien met een zekere Mba Sudiana Kasban, Carto Santico uit het race district Nikeri. Bedankt voor het willen kijken en graag tot een andere keer en wel aflevering nummer 43. Goedenavond.